In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De vrede des Heren zij altijd met jullie. Vandaag gaan wij nadenken wat het kost om discipel te zijn van Jezus. Om zijn leerling te zijn, om zijn volgeling te zijn. En omdat wij soms lui zijn, soms geen moeite willen doen om echt leerling van Jezus te zijn, vragen we God en elkaar om vergeving. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte. In doen en laten, door mijn grote schuld, daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maar, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, en ons geleiden tot het eeuwig leven. Thank you.
bidden. Heer onze God, wie van ons kan uw plan doorgronden? Wie ontdekken wat gij wilt? Als wij gejaagd door het leven geen stilte meer vinden, geen tijd voor bezinning, brengt gij ons tot rust. Zend ons uw geest van wijsheid die inzicht geeft en leer ons rechte wegen te gaan. Maak ons tot volgelingen van Jezus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Neem plaats voor de schriftlezingen. Eerste lezing uit het boek Wijsheid. Wie van de mensen kan Gods plan doorgronden? Wie ontdekken wat de Heer wil? De gedachten der stervelingen zijn immers onzeker en twijfelachtig onze berekeningen. Het vergankelijke lichaam is een last voor de ziel en onze aardse gebondenheid belemmert de bewegelijke geest. Wij begrijpen amper de dingen van deze wereld. En wat voor de hand ligt, kost ons nog moeite. Hoe zouden we dan het hemelse verstaan? Wie zou u wil kunnen kennen, als gij hem het inzicht niet geeft en uw Heilige Geest niet van boven zendt? Zo allen kunnen de mensen op aarde rechte wegen gaan. Leren zij kennen wat u welgevallig is en worden zij door de wijsheid gered. Tot zover de eerste lezing. Amen. De psalm kunt u op uw blaadje of in de jubilaten op bladzijde 164. Wordt gezongen door een koor.
tweede lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan Filemon. Dierbare, Paulus is het die u schrijft, een oud man, nu bovendien een gevangene van Christus Jezus. En mijn verzoek geldt het kind dat ik hier in de gevangenis voor de Heer heb gewonnen. Ik bedoel Onesimus. Ik stuur hem terug naar u en met hem heel mijn liefde. Gaarne had ik hem hier gehouden als uw plaatsvervanger, om voor mij te zorgen in mijn gevangenschap voor het evangelie. Maar ik wil niets doen zonder uw instemming. Ik wil niets afdwingen. Uw goedheid moet zich spontaan kunnen uiten. Misschien was dat wel de reden waarom hij een tijd lang bij u is weggeweest. Dat ge hem voorgoed terug zou krijgen. Nu niet meer als slaaf, maar als veel meer dan een slaaf. Als een geliefde broeder. Dat hij is voor mij al helemaal. Dat is hij voor mij al helemaal. Hoeveel meer dan voor u, als mens en als christen. Als gij u dus met mij verbonden voelt, heet hem dan welkom zoals ge het mij zou doen. Tot zover de tweede lezing. Wie mij volgt, zal het licht des levens bezitten. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Lucas. In die tijd trokken talloze mensen met Jezus mee. Hij keerde zich om en zei tot hen: als iemand naar mij toekomt, die zijn vader en moeder, zijn vrouw en kinderen, zijn broers en zusters, ja zelfs zijn eigen leven niet haat, kan hij mijn leerling niet zijn. Als iemand zijn kruis niet draagt en mij volgt, kan hij mijn leerling niet zijn. Als iemand van u een toren wil bouwen, zal hij dan niet eerst ervoor gaan zitten om een begroting te maken of hij wel genoeg bezit om hem te voltooien? Anders zou het hem kunnen overkomen als hij de fundering heeft gelegd en niet in staat is het werk te voltooien, dat allen die het zien hem gaan bespotten en zeggen: die man begon te bouwen, maar hij was niet in staat het einde te halen. Of welke koning zal, als hij tegen een andere koning ter oorlog wil trekken, niet eerst overleggen of hij sterk genoeg is om met 1000 man het hoofd te bieden
aan iemand die 20.000 man tegen hem optrekt. Zo niet, dan stuurt hij, als de tegenstander nog ver weg is, een gezant en vraagt om de vredesvoorwaarden. Zo kan niemand van u mijn leerling zijn, als hij zich niet losmaakt van al wat hij bezit. Woord van de Heer. Kinderen, want die zijn vandaag in de meerderheid. En zusters en broeders. Vandaag is toch wel een van de moeilijkste delen uit het evangelie van Jezus. Ik zei aan het begin, we gaan nadenken over wat kost het om discipel van Jezus te zijn. Als je naar de winkel gaat, dan kijk je, vooral nu toch, wat kost het? En als het te duur is, dan koop je het niet, dan ga je niet. Er zijn een heleboel mensen die Jezus willen volgen als het mooi weer is. Als alles goed gaat. Ze hebben daar een woord voor in het Engels. Prosperity gospel. Dat wil zeggen, mensen denken van, weet je, als ik Jezus volg, dan ga ik rijk worden. Ik ga nooit ziek worden. Ik ga nooit teleurstelling hebben. Ik ga geen tegenslag hebben in het leven. Alles gaat op rozen gaan. En dat zijn een heleboel mensen. Dat heb je gehoord in het evangelie van vandaag. Talloze mensen. Een heleboel mensen lopen achter Jezus aan. Hey, we want Jesus. We want Jesus. We houden van Jezus. Ja, Jezus maakt ons rijk. Jezus is lief. En dan keert Jezus zich om naar de mensen. En dan gaat hij iets zeggen wat voor grote mensen al moeilijk is. Laat staan voor jullie. Wat zegt hij? Als iemand mijn discipel wil zijn, moet hij zijn vader en moeder, zijn broers en zusters, zijn kinderen haten. Oeh, wat zegt Jezus daar? Haat jij je moeder? Je vader, je broer of je zus. Ze zijn soms vervelend, maar je haat ze toch niet? Je hebt niet, je bent alleentje. Maar je hebt zoveel andere broers en zusters in de padvinderij. Dus wat kan Jezus bedoelen? Als jij
mensen een plaats mag geven. Eerste plaats, tweede plaats, derde plaats. Oké? Wie komt op de eerste plaats? Je vader of je moeder? Je moeder, oké. Bij jullie? Vader, oké. Wie komt op de tweede plaats? Vader. Oké, dus moeder, dan vader. En? Als je vader had, komt op de tweede plaats? Vader en moeder op de eerste plaats. Moeder alleen. Vader op de? Nulde plaats. Oké, en je broer en je zus komt op de? Derde plaats. Bij jullie? Je hebt geen broer, maar die anderen die broers hebben? Huh? Tweede plaats. Oké. Oké, goed. Maar nu, wie komt op de eerste plaats? God, je vader, je moeder, je broer of je zus? Oké, dus voor jullie is het niet moeilijk. Voor die grote mensen wel. Dat wil Jezus zeggen. God moet op de eerste plaats komen. Dus het is een manier van hoe de Joden praten. En ze willen zeggen dat iets belangrijker is dan iets anders. Dan zeggen ze, je moet van één houden en je moet de andere haten. Dan bedoelen ze niet echt, je moet haten. Maar de een is belangrijker dan de ander. Toch, zo praten wij ook. Als we zeggen bijvoorbeeld, iemand loopt naast zijn schoenen. Wat betekent dat? Meneer Jan, wat betekent dat? Iemand is hoogmoedig, iemand is verwaand. Toch? Dat is een manier van uitdrukken. Je ziet toch niet iemand hier lopen, daar lopen zijn schoenen naast hem. Nee. Het is een manier van praten om te zeggen dat iemand verwaand is. Zo zeggen dus de Joden, als je je vader en je moeder, je broers en je zusters niet haat, kun je mijn volgeling niet zijn. Dat wil zeggen, als God niet op de eerste plaats is. Oké? Dus we hoeven alleen in de kerk te kijken om te zeggen, voor een heleboel mensen is God niet op de eerste plaats. Want ze zijn thuis gebleven. Toch? Ze weten, zondag is voor God, maar zij zeggen, zondag is om te slapen. Zondag is om kleren te wassen. Zondag is om het huis schoon te maken. Is God dan op de eerste plaats? Huh? Eerlijk? Nee toch? Je hebt niet voor God gekozen. Je kiest voor die andere dingen. Jezus kan nooit bedoelen dat je je vader en je moeder moet haten. Want er staat in de Bijbel, eer uw vader en uw moeder. En Paulus zegt aan de ouders dat ze lief moeten zijn voor hun vrouw en voor hun kinderen moeten zorgen. Dus het gaat erom waar je hart is. Wat het belangrijkste is in je leven. En dan zegt Jezus nog, je kunt mij niet volgen als je niet kan losmaken van al je bezittingen. Oh, er gaan nog minder mensen Jezus willen volgen. Dus laten we zeggen, ik mag geen eigen huis hebben. Ik mag geen eigen auto hebben. Om Jezus te kunnen volgen, moeten we God op de eerste plaats zetten. En we moeten leren
ons, dat is een moeilijk woord hoor, maar het is goed dat je het leert vanaf nu. Dat je je leert losmaken, dat je je leert onthechten aan dingen. Nou, wat betekent dat? Ik heb een keertje, het was een baby, een kleine baby. Maar, weet je, als de baby's nu huilen, wat geeft de moeder hun? Dat was vroeger. Vroeger kreeg je een fopper. Wat krijgen ze nu? Een tablet, toch? Huh? Een PS5. Dus ik zag, en die baby kon nog niet praten hoor. Maar die baby had al geleerd om met haar vinger te swipen. Tjoep, tjoep, tjoep. En als die moeder een tablet wegnam, wat deed ze? En die moeder moest het teruggeven, alsjeblieft, alsjeblieft. Je ziet dat die baby al helemaal gehecht is aan de tablet. Helemaal verslaafd. Ze kan niet meer zonder. En dat is bij een heleboel grote mensen zo, toch? Ze zijn zo gehecht aan dingen. Sommigen werken de hele dag. Ze willen groter huis, grotere huis. Ja, ik doe het voor mijn kinderen. Maar ze spelen nooit met hun kinderen. Ja, dan wanneer ze oud zijn. Ja, ik heb het voor mijn kinderen gedaan. Maar gaan die kinderen uit huis. Dan willen ze niet meer bij moeder en vader wonen. Wat ga ik hier in dit groot huis alleen doen? Of er was een keertje, een jongen, en hij vroeg zijn vader, papa, hoeveel verdien je per dag? En die vader zei, $100. Wie van jullie vader verdient $100? Per dag. Per dag hoor. Niemand. Dus hij is gaan sparen. Alle geld, zakgeld, spaarde hij. Spaarde hij. Spaarde hij. Totdat hij $100 had. En hij bracht het voor zijn vader. En hij zei aan die vader, kun je dit aan je baas geven? Oh, zei die vader, waarom moet ik het aan mijn baas geven? Ja, dan hoef je vandaag niet te werken. Dan betaal ik jou $100 om met mij te spelen. Die vader was te veel gehecht aan zijn werk. Zijn werk, zijn werk. En zijn werk was misschien belangrijker dan God. Belangrijker dan zijn kinderen, belangrijker dan zijn vrouw. Kan dat? Niet toch? Dus Jezus zegt, luister nou, als een van deze dingen belangrijker is dan God, en Jezus is God, dan kun je mij niet volgen. En nu moeten wij dan allemaal gaan nadenken, want wie van jullie wil een discipel van Jezus zijn? Niemand, niemand meer. Eentje. Niemand van jullie? Oh, jij wel, ja? Het kost wel iets. Het vraagt wel moeite. We moeten er
een heleboel voor later, maar je krijgt daar een heleboel voor terug. En wat krijg je meer terug? Als je meer denkt aan God dan alleen aan je vader en je moeder. Jezus zegt, je krijgt zoveel vaders en zoveel moeders terug. Iedereen wordt je vader, iedereen wordt je moeder. Als je je broer en zuster niet op de eerste plaats zet, maar God op de eerste plaats, dan krijg je een heleboel broers en zusters terug. Toch? Bij de padvinderij worden ze allemaal je broer en je zus. En ze zijn soms net zo vervelend als een echte broer en een echte zus. En ze plagen, soms pesten ze. Dat gebeurt niet bij jullie, toch? Niet. Jawel, oké. Dus je ziet, het kost wat om andere mensen te zien als je broer en je zus. Weet je, Jezus zegt dit aan een grote massa die hem volgt. Maar kunnen mensen dat wel echt helemaal? Ik denk het niet hoor. Ik denk het niet. Daarom zijn er mensen die pater of zeur moeten worden. Ja? De pater heeft geen vrouw en geen kinderen. Oké. Omdat hij de mensen wil laten zien, God moet eerst komen. En een pater heeft ook geen bezittingen. Oh, ik woon in een huis, maar het is niet van mij. Het is van de kerk. Dus niet iedereen, denk ik, kan zo echt deze woorden van Jezus letterlijk nemen. Want als je een vrouw hebt, moet je ervoor zorgen. Als je kinderen hebt, moet je voor ze zorgen. Maar er zijn mensen nodig om pater of zeur te worden. Maar als ik jullie vraag, wie van jullie zou dat willen? Wie van jullie? Jullie kennen allemaal zuster Odilia, toch? Ja? Is haar vader of moeder belangrijker dan jullie? Jullie zijn belangrijker, want ze heeft de vader en de moeder waar gelaten. En Indonesië is bij jullie gekomen. Toch? Dus wij moeten toch nadenken. Wie gaat deze strenge eisen van Jezus kunnen volgen? Er zijn mensen. Er moeten mensen zijn die dat voorbeeld geven. Maar voor de massa, voor iedereen, oké. Zorg dat de dingen die jij bezit, jou niet bezitten. Toch? Dus sommige mensen houden zo van hun auto. Boy, als één krasje komt, beginnen ze te huilen. En ze moeten het brengen om te gaan spuiten bij meneer Lotamlooi. Want ze kunnen niet leven met een klein krasje. Dan is je hele leven in de war. Vinden jullie dat gek? Ja toch? En toch zijn er zoveel mensen proberen een krasje aan hun auto te maken. Ze kappen je. Dus de dingen die je hebt, die je bezit, die mogen niet jou bezitten. Ze mogen niet bepalen hoe je denkt, wat jij belangrijk vindt, wat op de eerste plaats moet komen. Laten we vandaag dan bidden dat wij echte volgelingen van Jezus zijn, echte discipelen. Dat we God op de eerste plaats zetten. En dat we leren loskomen van de dingen die niet zo belangrijk zijn in het leven. Amen. Laten we gaan staan om ons geloof te belijden.
Ik geloof in God, de Almachtige Vader. Laten we dan gaan bidden en al onze vragen brengen aan God, dat Hij ons wijsheid geeft. Laten wij bidden tot God onze Vader. Voor de noden van de kerk en de wereld. Voor de kerk, haar leiders en haar leden. Dat zij overal en altijd mag waarmaken en uitstralen. Dat zij het lichaam van Christus is. Die zichzelf gegeven heeft voor het heil van alle mensen. Laat ons bidden. Voor de verkondigers van de blijde boodschap. Dat zij zelf met vreugde en volharding in praktijk brengen wat zij verkondigen en geloven. Laat ons bidden. Voor de voortgang van het synodale proces, dat de gesprekken die hier en wereldwijd gevoerd zijn, mogen leiden tot een oogst van aan vruchten van de Heilige Geest. Dat de opbrengst, de gemeenschap, de deelname en de zending van de kerk mag vernieuwen en versterken. Laat ons bidden. Voor allen die door verlies, ziekte of tegenspoed getroffen zijn. En voor allen naar wie onze gedachten uitgaan. Dat zij troost en hulp en uitzicht ontvangen. Dat wij als allen elkaars kruis helpen te dragen. Laat ons bidden. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Hij zij de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu en in het uur. Goede God, verhoor de gebeden van uw volk. Verlicht ons met uw geest om uw wil te volbrengen en uw discipel te zijn. Door Christus onze Heer. Amen. Afofferende nieuwe op bladzijde 679, tweede lied. Thank you.
Gezegend zijt gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij dit brood ontvangen. Vrucht van de aarde, het werk van mensenhanden. Laat dit voor ons worden tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op vrucht van de wijngaard, het werk van mensenhanden. Laat dit voor ons worden tot bron van eeuwig leven. In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij dat ons offerande voor u aanvaardbaar wordt en wij genade vinden in uw ogen. Neem aan de schuld van ons af, Heer. Was ons van alle ongerechtigheid. Bid, zusters en broeders, dat mijn en uw offer door God aanvaard kan worden. Laat ons bidden. Heer, rond brood en wijn vormen wij de gemeenschap die de liefde van Jezus wil gedenken. Wij vragen u, maak ons ontvankelijk voor de gave van uw heilige gastmaal door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u. Amen. Verhef uw hart. Amen. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Amen. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. Zozeer hebt gij de wereld lief gehad, dat gij ons een verlosser hebt gezonden, in alles aan ons gelijk, behalve in de zonde. Want gij wilt in ons beminnen, wat u welgevallig is in uw Zoon. Door zijn gehoorzaamheid staan wij weer open voor uw gave, die wij verloren hadden, voor de zonde van ongehoorzaamheid. Daarom verkondigen met alle engelen en heiligen ook wij uw heerlijkheid en zingen u toe vol vreugde. God, gij zijt heilig en goed en zo bekend met ons dat onze namen staan geschreven in uw hand. Geen enkel mens zult gij vergeten,
dankzij Jezus Christus, uw Zoon, die gij hebt voortgebracht en uitgezonden om tranen te drogen van mensen die geslagen zijn, om het hart te helen van mensen die gebroken zijn, om brood te worden voor vandaag en de vrede zelf te zijn. Wij danken u, God, omdat u ons ruimte geeft en vrijheid schept. Wij danken u dat hij de naam geworden is voor heel ons leven ten einde toe. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw Heilige Geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus onze Heer. Want in de nacht dat hij zijn leven gaf, nam hij brood in zijn handen, hij zegende u, hij brak het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Nam hij de beker, zegende u weer en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en velen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van ons geloof. Heer onze God, zo gedenken wij hem die weet wat lijden is, die de dood heeft gezien, die gij hebt opgewekt en naam gegeven hebt boven alle namen. Jezus, de Heer, is hij die is en blijven zal uw rechterhand. En tot hij komt verkondigen wij hem door deze levensbeker en door dit brood dat wordt gedeeld. Wij bidden u, zend dan uw geest in ons, uw geest die over deze aarde gaat, en maak ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid. Maak leven en welzijn toch groter en sterker dan oorlog en dood. En laat ons mensen zijn die woningen bouwen voor uw stad van vrede. Breek het geweld in ons en breng ons thuis bij u, uit kracht van hem, de mensenzoon, hier in ons midden. Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maak haar één in liefde en geloof, tezamen met uw dienaar Franciscus, onze paus, en met alle bisschoppen. Samen met heel uw volk, met Maria, altijd maagd, de moeder van de Heer, met de apostelen, de martelaren, de heiligen, de zalige Peters Donders, vragen wij om uw barmhartigheid voor levenden
en doden, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij nu het Onze Vader te bidden. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, op onze fouten en onhebbelijkheden, maar let op het geloof van de kerk, vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met jullie. Wenst elkaar de vrede.
Gelukkig zijn jullie die uitgenodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonde van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal. Thank you.
Laat ons bidden. Heer, gij vervult ons hart met vreugde en dankbaarheid. Nu wij uw zoon hebben herkend in het breken van het brood. Wij vragen u, geef ons de geest van ware onthechting, zodat wij niemand iets schuldig zijn, onze naasten beminnen en uw geboden onderhouden door Christus onze Heer. Neem plaats voor de mededelingen, dan gaan wij de insignes van de padvinders inzegenen en dan de jarigen. Of is er maar één? Zij mogen later om. Wat moet hij? Wat moet hij? Insignes? Ja, dus van zijn insignes zijn dan zijn. Laat ons bidden. Almachtige God, u hebt ons deze wijde wereld gegeven om voor te zorgen, maar ook om erin te spelen, op pad te gaan en te genieten van het leven. Wij bidden u voor alle padvinders, alle verkenners, alle gidsen, alle jongeren die u op een speciale weg willen volgen door dienstbaar te zijn, door orde en discipline. Wij vragen u zegen deze insignes die wij dragen. Laat ze ons herinneren aan onze belofte om dienstbaar te zijn. Zegen degene die dit draagt, bescherm hem naar ziel en lichaam, behoed hem voor alle kwaad en leid hem op de weg van uw vrede, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Thank you.
de jarige doen. De jarige kan je happy birthday daarna spelen. De jarigen, zijn er jarigen? Grote. Buigt uw hoofd, bid om God zegen. De Heer zij met u. De Heer zegenen en behoede u. Amen. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en schenken u zijn genade. Amen. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en schenken u zijn zegen. Amen. Zo zegenen jullie de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Even staan. Yari Devi Yari Devi Yari Devi en Aki Brivi Na Ondro Hu En Fri Hip 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 Gaat u daar alle heen in vrede en zegenen u de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.